Wim Eilert, u bent vakbondbestuurder bij VVMC. U vertegenwoordigt de machinisten van NS en de regionale vervoerders. Hoe hebben uw leden gereageerd op het ongeluk in Hooghalen? Ik ben vorige week donderdag ben ik in Zwolle geweest. Hè? Dat was de standplaats van de machinist die om het leven gekomen is. En ik heb daar met collega's van hem gesproken. En iedereen is nog ontzettend aangedaan. Er is natuurlijk veel verdriet en veel ongeloof ook over wat er gebeurd is. Ja, het is heel verdrietig. Directeur Overwegen Anders Wiers van ProRail die geeft aan dat voor 2024 alle onbewaakte overwegen wil opheffen. Gaat dat volgens u snel genoeg? Nee, wat ons betreft eigenlijk niet. Wij hebben ook een brief aan de staatssecretaris gestuurd waarin wij gevraagd hebben om meer tempo te maken met het aanpakken van deze onbewaakte overwegen. Er zijn nog heel veel in Nederland. We hebben in 2016 hebben ook een dodelijk slachtoffer te betreuren gehad. Nu 2 weken geleden weer. En wat ons betreft moet dat echt de laatste keer zijn. Ja, in 2016 was er in Dalfsen een ongeluk waarbij een trein van Arriva op een hoogwerker botste. Dat gebeurde ook op een overweg. Ja. Zijn deze twee incidenten volgens u te vergelijken? Nou ja, in zoverre in ieder geval dat het beide keren om een zwaar een voertuig ging wat er op de rail stond, waar de trein tegenaan botst. En natuurlijk ook dat we nu 2 dodelijke slachtoffers te betreuren hebben. Dat gebeurde zowel in Dalfsen als ook in Hooghalen vorige week. Dat zijn de overeenkomsten, helaas. Ja, bij beide ongevallen is ook de machinist om het leven gekomen. Nu heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2016 naar aanleiding van het ongeluk in Dalfsen een rapport uitgebracht. En er stonden een aantal aanbevelingen in over de botsveiligheid van de trein. En de aanpassing van de Europese norm. Wat vindt u daarvan, van die aanbevelingen? Ja, kijk, aanbevelingen zijn altijd goed. Hè? Het gebeurt natuurlijk altijd naar aanleiding van. Dus dat is altijd wat te laat als de goede baan komt. Maar onder andere hebben we natuurlijk gezien dat er gesproken werd over een overlevingsruimte in de trein. Nou, als we kijken naar de beelden, afschuwelijke beelden eigenlijk, van de trein voor 2 weken geleden bij Hooghalen, dan zie je dat de hele cabine eigenlijk van de trein weggevaagd is. Mensen zien dat, hè, machinisten zien dat, en die vragen zich recht af natuurlijk van, ja, als je het over een overlevingsruimte hebt, waar heb je het dan over? Hè? Waar zit die overlevingsruimte dan? Wij hebben, wat ik al zei, naast dat we de staatssecretaris hebben aangeschreven ten aanzien van meer tempo maken, hebben we ook uiteraard NS gevraagd om allerlei informatie die te maken heeft met de botsveiligheid van die trein. Want wat we gezien hebben op plaatjes, ja, daar worden mensen niet rustiger van. Nee. Ja, onderzoek zou natuurlijk uitwijzen wat er echt is gebeurd. Er zou bijvoorbeeld ook niet eens gedaan kunnen worden met het type materieel dat op bepaalde spoortrajecten rijdt. Ja, dat zou kunnen. Ik heb vorige week in Zwolle ook gesproken met machinisten die dat ook bijvoorbeeld aangaven. Die zeiden van het gaat echt nog, en dat hebben we net ook gehoord, nog een paar jaar duren voordat alle overwegen zijn aangepakt. Dus of ze zijn afgeschaft of ze zijn beveiligd. Wij vinden dat dat te lang duurt en dat je ook in de tussentijd iets zou moeten doen. En er zijn een aantal mogelijkheden voor, denken wij. Je zou kunnen denken inderdaad aan type trein wat je rijdt op bepaalde lijnen. Er zijn lijnen bij waar vele onbewaakte overwegen liggen. Dus dan zou je kunnen kijken wat voor type materieel laat je daar rijden. Maar je zou ook kunnen denken bijvoorbeeld aan een stukje prioritering. In het filmpje zagen we net dat ze stonden bij een overweg waar voetgangers en fietsers over gingen. Mm-hmm. We hebben nu 2 maal een zeer ernstig ongeluk meegemaakt op overwegen waar zwaar en groot landbouwmaterieel rijdt. Dus je zou ook, ik hoop dat ze dat doen, dat ze kijken naar prioritering. Welke overwegen dat je het eerst zou kunnen aanpakken. Dus je geeft eigenlijk aan de overwegen waar landbouwvoertuigen overheen rijden, zouden voorrang moeten krijgen op, op overwegen voor recreatief gebruik. Wat ons betreft wel, want we zien dus dat daar gewoon de mogelijkheid tot zware ongevallen veel meer aanwezig is. Daarnaast zou je ook nog kunnen kijken naar signalering aan het spoor. Hè? Zwaailampen, flitslampen. Op het moment dat een trein aankomt, dan begint die signalering te werken. En aangepaste snelheid uiteraard. Je zou nog kunnen kijken of je, zolang er nog zoveel onbewaakte overwegen zijn, of je met aangepaste snelheid zou kunnen rijden. Ja. Dus je geeft aan een signalering, aangepaste snelheid kijken, wil je die overwegen, de onbewaakte overwegen die met te maken hebben met grote landbouwvoertuigen, wil je daar ander materieel in zetten? Ja, dat zijn volgens ons in ieder geval echt de moeite waard om naar te kijken. Hè? Want het duurt gewoon nog echt jaren voordat ze allemaal weg zijn. En wat ons betreft zijn 2 dodelijke slachtoffers genoeg. Ja. Dus zit hier ook nog een rol voor het ministerie weggelegd om dit te versnellen? Ja, uiteraard. De staatssecretaris heeft, ik meen het 2 jaar geleden aangegeven, dat ze binnen 5 jaar
alle overwegen wil hebben aangepakt. Ik zou heel graag willen, daar hebben we elkaar op verzocht, mevrouw Veldhoven, van kijk eens of je er nog niet meer tempo in kunt brengen, zodat het gewoon sneller aangepakt wordt. Dus er ligt wel degelijk, denk ik, een rol voor, voor het ministerie, maar ook voor de vervoerders, denk ik, en ProRail uiteraard, in zaken de tussenliggende en extra maatregelen die genomen kunnen worden. En wat zouden de vervoerders kunnen doen? Nou ja, die zouden kunnen kijken naar die aangepaste snelheid, samen met ProRail, kan ik me dat zo voorstellen, naar die signalering aan de baan, naar type materieel wat je inzet, dat zijn allemaal vraagstukken die bij vervoerders en ProRail liggen. Ja, dus het is zaak om zo snel mogelijk die vraagstukken op te lossen, zodat de overwegen kunnen worden opgegeven. Absoluut. We hebben gezien wat voor catastrofale gevolgen het kan hebben. En dat is wat ons betreft 2 weken geleden echt de laatste keer geweest. Het veroorzaakt enorm veel leed en dat willen we niet. Ja. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan.